VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders. Goedenavond en welkom bij VVV TV. We beginnen deze uitzending met een terugblik op de bekerwedstrijd tegen FC Emmen en een vooruitblik op de wedstrijd van vrijdag. De ploeg van trainer Rick Kruijs knokte zich in de bekerwedstrijd tegen Emmen knap terug naar een 0-2 achterstand, maar boekte door een late tegengoal toch niet het gewenste resultaat. Nee, eerste helft matig van onze kant, te angstig, te ver uit elkaar en te veel naar achteren lopen. Tweede helft dat helemaal omgedraaid. Goed teruggekomen en eigenlijk op het moment dat je denkt van we gaan er overheen, kregen we hem tegen in de laatste seconde. Wat zeg jij in de rust dan na zo'n eerste helft? Want het verschil was natuurlijk heel groot. Ja, kijk, dat we niet zo angstig moeten spelen. Dat dingen verkeerd kunnen gaan, dat dingen kunnen mislukken. Maar de basis is wel om met lef te spelen. Daar bedoel ik mee vooruit verdedigen, daar bedoel ik mee goed te zijn aan de bal. Daar bedoel ik mee om hard te zijn in de duels en die te winnen. Nou, dat was de eerste helft veel te weinig. Nou ja, en je ziet wel wat de ploeg in huis heeft, want de tweede helft kunnen we dat wel brengen. Dan zie je ook waartoe leidt. Ja, was dat een VVV wat je graag wil zien zoals het in de tweede helft ging? Absoluut, hè, daar zat alles in. En, alleen niet een derde goal, maar daar kunnen we natuurlijk wel veel uit meenemen. Met wat voor gevoel stap je dan van het veld af als je toch zo goed speelt, maar dan toch alsnog uitgeschakeld wordt? Nou, een heel slecht gevoel, omdat ik wel vind dat we bij die laatste goal natuurlijk heel matig staan te verdedigen. En dat mag ons eigenlijk niet overkomen. Maar goed, dat ligt inmiddels achter ons en we moeten verder en we moeten daar ook weer van leren. Ja, dan heb je nu een weekendje rust gehad door de afgelasting bij Jong PSV. Is dat dan vervelend voor jullie of is het misschien wel lekker in de aanhoud, maar pek zwollen dat je wat meer rust hebt? Nee, het was vervelend. We wilden gewoon spelen. We waren er ook klaar voor. We hadden ons goed voorbereid. Nou ja, dat was vervelend dat het niet doorging, maar we hebben daar geen controle over. En nu kunnen we alleen maar voorbereiden op Zwolle en dat wordt een mooie pot. Ja, want wat verwacht je van PEC, de koploper? Nou, PEC is natuurlijk een hele sterke ploeg. Samen met Heracles is in principe de sterkste ploeg uit de competitie. Dat hebben we hier thuis ook gezien. Zitten er ook goed in natuurlijk met de overwinning die ze hebben behaald dit weekend. Maar daar ligt ook weer de uitdaging voor ons. Want wij hebben bewezen ook goed te zijn de afgelopen weken in de competitie. En nu kunnen we ons meten met een goede ploeg. Misschien wel de beste ploeg. Dus we zullen top moeten zijn om daar resultaat te halen. Nick Venema is ook weer terug in de basis nu, na de blessure van Sven Braken. Is dat een speler die je juist tegen Zwolle, een sterke tegenstander, goed kunt gebruiken met zijn snelheid in de omschakeling? Nick kan je sowieso altijd natuurlijk wel gebruiken omdat hij wapens heeft. Het is wel zo dat hij met zijn snelheid natuurlijk wapens heeft waar je waarschijnlijk op doelt dat Zwolle veel ruimte laat. Dat zag je ook in de thuiswedstrijd, toen ging hij er helaas niet in. Nou, laten we hopen dat dit keer wel het geval is. Wanneer ben jij tevreden als je in Zwolle het veld afstapt? Ik ben tevreden als we 3 punten hebben. En ik ben ook tevreden als we een VVV hebben gezien wat er alles aan heeft gedaan om dat resultaat te pakken. Binnen de afspraken die we hebben gemaakt, met veel energie, met de wilskracht om daar iets te halen. Ondanks de nederlaag tegen Emmen was Nick Venema wel opnieuw trefzeker. De aanvaller is weer terug in de basis na de blessure van Sven Braken. En daar is hij uiteraard erg blij mee. Ja, zeker. De resultaten hebben nog niet echt meegeholpen, maar ik ben blij dat ik weer speel. Ja, je vervangt Sven Braken die geblesseerd raakt. Dan wil je natuurlijk net als Sven veel scoren. Dat gaat wel goed, hè? Ja, 2-2, dus dat is lekker natuurlijk. Alleen wat ik zeg, ik had er wel graag resultaat bij gehad. Is het jou ook weer een beetje inkomen als je nu weer veel minuten maakt? Ja, zeker. Vooral fysiek. Gewoon, bijvoorbeeld tegen Helmond Sport merkte ik na 65 minuten kreeg ik kramp. En heb ik wel uit kunnen spelen, maar na denk 88, 90 minuten ook. Dus steeds stapje voor stapje word ik wel fitter weer. Als je dan kijkt naar je eigen spel in die wedstrijden, wat vind je daarvan dan? Ja, dat kan nog een stuk beter. Ja, wat ik zeg, iedereen is natuurlijk Sven in de spits gewend. Die heeft er vanaf het begin gestaan. En dat is toch wat andere type spelen. En dat zie je af en toe nog wel, dat we daarop afgestemd zijn. Dus dan moeten we even kijken hoe het wordt. Als je dan scoort tegen Helmond en tegen Emmen, maar het resultaat valt dan tegen, met wat voor gevoel stap je dan het veld af? Ja, teleurgesteld natuurlijk, want we staan er gewoon goed voor. En wedstrijd als Helmond wil je natuurlijk graag winnen. Emmen ben je zo dichtbij, speel je zo'n fantastische tweede helft, gaat het natuurlijk mis in de blessuretijd. Dus dan stap je altijd wel teleurgesteld van het veld af.
Je doelpunt tegen Emmen mocht er wel zijn. Ja, hij zat er lekker in. Dan de volgende wedstrijd tegen de koploper. Wat verwacht je daarvan? Ja, ik denk dat je thuis ook hebt gezien toen we 11 tegen 11 speelden dat er gewoon genoeg kansen liggen voor ons. En ja, na die rode kaart was het natuurlijk een ander verhaal. Maar ja, ik verwacht gewoon dat we kansen hebben daar. Is dat ook een wedstrijd waarin jij die snelheid goed kunt gebruiken? Ik denk, ja, als ik terugkijk naar de thuiswedstrijd wel, ze staan hoog op het veld, veel ruimte erachter. Dus ja, ik hoop dat ik daar gebruik van kan gaan maken. We sluiten af met een korte terugblik op de nieuwjaarsreceptie van vorige week. Op dit business event werd het strategisch strijdplan samen naar boven gepresenteerd aan onze partners, gevolgd door een heerlijk buffet. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders.